In de kuststreek van Suriname is 1 op de 4 kinderen te dik. En in het binnenland is dat nog altijd 1 op de 7. Dit zei professor Wilco Selmans in kindergeneeskunde tijdens de 56e dienstrede van de Anton de Kom Universiteit van Suriname afgelopen vrijdag in de Centrumkerk. Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt volgens hem in het voedingspatroon van de kinderen. Selmans herinnert eraan dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn en dat is in de afgelopen periode alleen maar toegenomen. Wat veel mensen echter niet weten is dat de aanleg voor hart- en vaatziekten al tijdens de foetale periode in de baarmoeder plaatsvindt. Bijvoorbeeld kinderen van moeders met zwangerschapssuiker, moeders die roken. Wanneer de moeder zelf obesitas heeft, kan dat leiden tot een verhoogde kans van obesitas bij een kind. En als een kind in de vroege levensjaren dik is en dat blijft tot in de tienertijd of daarna, dan heeft het een 5 keer zo grote kans om te overlijden aan een hart- en vaatziekte. Valt het kind af tot een normaal gewicht, dan vermindert dat risico aanzienlijk. Selmans geeft verder ook aan dat kinderen tussen 1 en 3 jaar voor maar de helft blijken te voldoen aan de minimale WHO-voorwaarden van voedingsindicatoren. Uit onderzoek blijkt dat Surinaamse kinderen wel voldoende eten, echter is dat nog altijd eenzijdig. Iets meer dan de helft behaalde de minimale voedingsdiversiteit, nog niet de helft het minimaal aanvaardbare dieet. En 9 van de 10 behaalden wel de minimale maaltijdfrequentie. Dus we eten wel veel en vaak, maar eenzijdig. In zijn diesrede sprak Selmans over de uitdagingen en kansen ter verbetering van de gezondheidszorg en gezondheid van de gemeenschap.